Een hele goede dag, dames en heren. En wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van de lokale Omroep Stijn. De waarderingsactiviteit 2013 wordt een succes. Op donderdagavond 12 september zette de gemeente zo'n 400 enthousiaste vrijwilligers in het zuinke in de tent van Stijn. Er wordt hun een leuk en afwisselend programma aangeboden met onder andere leuke waarderingsprijzen en mooie liedjes. Welkom allemaal, fijn dat jullie allemaal in zo'n grote getale gekomen zijn. Er staan nog een paar bussen buiten die allemaal nog naar binnen willen, dames en heren. Dus dat gaat helemaal goed komen. Welkom allemaal. Vrijwilligers, op de eerste plaats u natuurlijk van harte welkom. Fijn dat u zich dit jaar zo goed inzet voor al die verschillende activiteiten die u ondersteunt. Het kan, even, noem maar een paar voorbeelden, het kan in de kantine bij de voetbalclub zijn, het kan bij de zonnebloem zijn, het kan als mantelzorger zijn, maar in ieder geval, u hebt een bepaalde reden dat u dat vrijwilligerswerk doet. En u doet dat met heel veel overgave, anders was u zeker niet hier vanavond. En voor die mensen die het hele jaar vrijwillig bezig zijn, hebben wij ook een leuk programma vandaag. Niet alleen de vrijwilligers willen van harte welkom heten, ook de genomineerden en de genodigden vandaag voor het Sport en Cultuur Gala, dames en heren. En degene die daar iets meer over kan gaan vertellen, meneer Koopmans, mag ik even naar voren. Dank u. Beste mensen, als burgemeester van de gemeente Stijn is het mooi om mee te kunnen zien bij een bijeenkomst waar vrijwilligers in het zonnetje werken zaten. Ik denk dat het een heel erg goed idee is van Tent van Stijn georganiseerd. Zeg maar, de vader en de moeder daarvan. Het zien natuurlijk de Stijner Brug en de voetbalclub De Ster. Fijn dat samen met het gemeentebestuur het evenement om vrijwilligers in het zonnetje te zetten, dat dat arm in arm vorm en inhoud gegeven is. En daarom is het goed, beste mensen, dat geen vanavond in het zonnetje wordt gezeten door de werkgroep, door het gemeentebestuur, maar vooral door ook zelf en voor ook zelf. En een fijne avond! Dankjewel, meneer Koopmans. Hartstikke bedankt. Weer wat spannende muziek als het mag, want we gaan beginnen aan de talentenprijs, dames en heren. Het robotica-team van Groenewald, mag ik die naar voren? Dankjewel! En een atleet, een turner, Daan Meels. Kijk eens aan, de stoere mannen van Groenewald. Ja, kom maar door, loop maar door, loop maar door, loop maar door. Dankjewel. En wie is Daan? Ben jij dat? Dat jij bent Daan. Hoi Daan, Ivo. Hallo heren, heren van het goede leven, ga maar even erbij staan. Ivo, ik kan jullie naam niet onthouden allemaal, officieel alvast, want jullie zijn genomineerd. Mag ik hier even tussen kunnen staan? Goed, ik ga naar de jury, naar de juryvoorzitter en natuurlijk de officiële uitreiking zal Gina Vermulk, onze wethouder cultuur, voor u verrichten. Ik ga het woord doorgeven. Ja, dankjewel Ivo. Ja, we hebben in de toekomst, zeg maar, altijd gebrek aan technische mensen, jeugd die in de techniek iets gaat doen. Ik denk dat dit een schoolvoorbeeld is dat we nog niet verloren zijn in onze gemeente. Fantastisch. Ik heb iets met jeugd, ik heb iets met onderwijs en ik heb iets met vrijwilligers. Ja, ik kan het niet beter uitdrukken, dat komt hier allemaal bij elkaar. Daar, dat is weer van een andere categorie. Die is meer in de benen en de spieren iets leniger. Dat is zeker geen mindere prestatie dan. Fantastisch gedaan en dank terecht de nominaties. Ja, ja. De talentenprijs. 2013. Allemaal winnaars die hier staan. Ik denk dat Daan zeker voor in de toekomst onder de categorie sport gaat vallen. Maar in de categorie talentenprijs is de winnaar Groenewald. Talentenprijs van de gemeente Stijn 2013, dames en heren. Groenewald, de brugklas. Vorig jaar was het natuurlijk de brugklas en dit is de tweede klas. Maar goed, van harte proficiat en Daan ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Applaus, dames en heren, voor deze kanjers. Misschien wil de pers nog even foto's maken, ik weet het niet. Komt hij rustig even naar voren. Oh, wat is het hier toch rustig? En zo een boom gevallen is. Iedereen, daar steek ik kieken. Een
Hier zijn ze voor de veer op een rie, moeten we mijn virus is direct voor wie, want ik steek veer op een rie. Wat zijn die handjes? Verdomme hang boven de kop. Laat die vingertjes. Just de vingertjes die trillen. Voila je virus langzaam op. Maar hij trilt de ganse voet. Laat de pies die maar een zoen. Stijn de vader. Hier wil de pies in de koel. Laat de pies met een zoen. En dat 72 stemmen gaat. Ja, fantastisch. Over cultuur gesproken, het zit gewoon veurig hier. Ze zouden sowieso minstens een aanmoedigingsprijs kunnen krijgen vanavond. Hier in dit culturele sport en gala gebeuren. Het Sport en Cultuur Gala 2013 in combinatie met de vrijwilligersavond. We hebben een volgende drie genomineerden voor de cultuurprijs, dames en heren. We worden mooi naar voren. De heren van Koningspop, goed Elstel. Ik heb ons gezegd dat ze niet allemaal op de bühne kosten natuurlijk. Dan onze eigen fotograaf Son Lambrix. Ik zal hem zitten. De echtgenoot van Gus Peters. Ja, dames en heren, de cultuurprijs. En cultuur in Stijn, dat hebben we. We hebben vuil cultuur. En hier staan de drie genomineerden. En aan het juiste oog tot de cultuur, tot de vuil onder het stangen wil. De popmuziek langs de Maas. Koningspop. Dan hebben we een fotograaf. Een ander soort genre. En dan hebben we weer de vrouw van Guus Peters. De historie van de Maaskerk ook nog maar op haar toe terug. En dan ook hoe terug naar alle stijgende neer. Ik denk ook dat het voor de jury niet gemakkelijk wordt om daar nu te kiezen. Want er zijn drie verschillende soorten die staan. Maar ik mag toch dan bekendmaken dat de winnaar van deze drie genomineerden is geworden onze fotograaf John Lambrix. Alle drie de genomineerden van harte gefeliciteerd. Mogen jullie vragen een beetje naar voren te gaan voor de foto even. De jury erbij. Een beetje in het leeg, heren en dames. Kom een beetje naar voren. Ja, kom een beetje naar voren. Dankjewel. En een geweldige applaus, dames en heren, voor de jury. De genomineerde André Pinnersal. Het is wel tijd voor muziek, dames en heren. Tussen de spanning door moet ook een beetje ontspanning zijn natuurlijk. En dat hebben we nu ook. Je kent de machine van het Stijns Vaste Lovers Leedjes Concours. Geef er een warm applaus, we gaan een paar nummers voor u zingen. Janelleke! It's
De waarderingsprijs 2013, dames en heren. En dan nu gaat natuurlijk het grote moment aangebroken. Jongens, wat moet de jury het lastig hebben gehad? Zo naar hem, de inwarmen, boetewarmen, wel voor waar ik deed. Dop Meers, ja, ik pak u even, Peter, sorry jong. Want het zit bij dicht in de portefeuille. En ik weet niet trots als de best op dat dop, maar... Je hebt nou al gezegd, we zijn een team, dus we zijn met zich allemaal even trots. En ik heb van Corby metgemaakt wat de Archeologie Stichting met dat kerkhof heeft gedaan. Dus ik weet wat voor een werk eigenlijk achter die schermen zit. En ik denk ook, die staan vijf lui. Maar achter die vijf lui staan geweldig veel vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Dus ik denk dat dat een applaus waard is voor niet alleen die vijf lui, maar iedereen die aan die projecten heeft metgedaan. Ik zeg het maar even, want ze staan allemaal een beetje zenuwachtig te kijken. Is het samenwerkingsverband Kloosterkerkhof geworden. En de felicitatie natuurlijk op de eerste plaats voor het samenwerkingsverband Kloosterkerkhof. Maar ook het dorpontwikkelingsplan in Meers. En hem Bruls met al zijn goeie initiatieven. Dames en heren, applausje voor de genomineerden en de uiteindelijke winnaar. Klein beetje naar voren nog even voor de foto's dat mag. En nu hier op de bühne terug met het leuke muziek, dames en heren. Geef hem een geweldig applaus. Peter Peoples. Van de sportprijs. We beginnen met de voetballers. De eerste genomineerde voetballers van de Ster. Volledig in tenue. We gaan het tempo een beetje voor, dames en heren. We gaan naar het volume. De dames van ADC. Toen vandaag is het chaperon functioneren tussen de voetballers en de volleyballers. Is dat goed? Dat is goed. We gaan naar handbal. De dames van ESC. Ik
Ik denk dat we twee rijen moeten gaan vormen, dat we een beetje in elkaar moeten inschuiven. Anders gaat het niet allemaal passen. De handballers van ESC, dames en heren, een geweldig applaus. De drie teams hebben we nog één genomineerde over. En dat is geen team, maar dat is een individu, dames en heren. En ook dat is natuurlijk mogelijk. Op turnen, Laura Welzen. Als je toch ziet, dames en heren, wat hier op de bühne steekt. Ongekend. Wat een talent. Kind kreeg één weken dat de wethouder van sport trots is op deze jeugd. Allemaal stuk voor stuk bloemen. Prachtige bloemen. En ik ben er bijzonder trots op. En ik begin even met die hieren. Die zien in de minderheid als ik al dat zoen zie. Maar ook sterk. Prima. Weer heb ik gezorgd. Het kan beter graas krijgen, dus ik hoop dat er volgend jaar weer heist al. Dan onze dames, handballen, volleybal en ook onze Inselganger, prima gewerkt. Maar ik ben toch blij, want mijn hart ligt ergens wat niemand weet en daarvoor maak ik prijs. Sportteam van het jaar, hier is het goed, sportteam van het jaar. ABC! De felicitaties van de wethouder. En natuurlijk een heel groot applaus, dames en heren, voor de volgende dames van ABC. Dank u wel. Oet Maastricht, zal ik maar zeggen. En ik ben ook heel blij dat ik je mag aankondigen. Als vanouds, gaat er hier weer de boel op de kop zetten. Geef een geweldig applaus. Dames en heren, aandacht voor Erwin. Dames en heren, Asker van Zwitserland, ik zal het nogmaals laten weten. Maar ik ga beginnen. En ik denk dat je dat leedje allemaal wel kent. Met het reuzenraad. Dus pak elkaar even vast. Buurman, buurvrouw. Doe het lekker vastpakken. We gaan schokkelen van links en rechts met z'n allen. In het reuzenraad. Jongens, ik wist de gelukken. En af en toe, ja, dan zit er een beetje tegen. Kom samen in en laat alles waaien. Van boven naar onder. Dames en heren, al die vrijwilligers zijn die gaan zwieren en zwaaien. Ja, zo is het. Dames en heren, gewoon even rechtstom. Iedereen even rechtstom. Kom op, allemaal. En de achter, allemaal die handen nog hier. Ja, ja, zie je. Ja, 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 ja. Dat ging helemaal. Ja, 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 ja. Reuzen aan. Ja, zo is het leven.
en even een spiegel. Ze hadden een hele leuke dier. En toen wou ik reageren en ik een kleine. Waarom zat dat dit ze toch niet meende? Even zo zijn naam om te geven. Loop ik die naar in de verweren. Ik zou eigenlijk alles voor die doen. Officiële prijs nog uit te reiken. En daarvoor wil ik heel graag de laatste der Mohikanen naar voren vragen. Wethouder Heuvelmans, mag ik u verzoeken om het strijdtoneel te betreden. En ook de jury onder voorzitterschap van Servi Heijn had ik graag naar voren, dames en heren, voor de Oeuvreprijs 2013. De Oeuvreprijs wordt meestal gegeven als waardering voor hetgeen gedaan of gemaakt is aan het einde van een leven. In die zin is deze Oeuvreprijs een uitzondering. Wij willen met deze prijs juist tonen dat een lange traditie nog altijd springlevend kan zijn. En volgend jaar zal er dus weer een oogstdankstoet uitrijden. En daarom beschouw deze prijs als een officiële waardering voor het werk. En derhalve een aanmoediging om door te gaan. Gefeliciteerd. Dames en heren, dus het Oostdankfeest krijgt de Oeuvreprijs. En als er één vereniging is, denk ik, die dat dubbel en dwars verdiend heeft, dan is dat de Stichting Oostdankfeest van Bergen aan de Maas. Ik ga niet zo heel veel zeggen, want dat is helemaal niet nodig. Weer stond hij op de buur omdat we de Oeuvreprijs gekregen hebben voor 67 jaar Oostdankfeest. We gaan nog door tot. Ik weet niet hoe lang, maar heel lang. Ik ben er dan zelf niet meer bij, maar het zal nog heel lang duren. Maar dit is eigenlijk geen prijs voor ons. Ja, een heel klein beetje voor ons. Wij zijn toevallig vertegenwoordigers. Maar dit is dus een prijs voor alle mensen van Bergen de Maas die ieder jaar weer, en dat 67 jaar in een stuk, bezig zijn met het Oostdankfeest. Die honderden vrijwilligers die ieder jaar ervoor zorgen dat het Oostdankfeest weer op de stroot, in die tent, et cetera, komt. Niet voor ons, maar voor al die mensen, daarvoor is de prijs. Dank jullie wel. Dankjewel. We gaan de bühne weer, fantastisch jongens. We gaan de bühne weer vrijmaken en dan wil ik toch het slotwoord vragen aan wethouder Van Mulke. Ze zal even, met name ook de vrijwilligers, nog even bedanken. Die ook vanavond natuurlijk een hele belangrijke plaats op deze avond hebben. Ja, inderdaad. Hoe geit het eigenlijk om vanavond? Als gemeente werd ze de laatste jaren immer geconfronteerd met crisis en allerlei zaken wat erbij waren. Dan moest ik immer met minder geld doen. En we hebben als college uitgesproken dat we toch met name de vrijwilligers, de mantelzorgers, zeggen wie dankbaar of ver zijn allemaal in het college voor datgene wat jij allemaal voor ons betekent. En dat hebben we met eigen ogen niet goed gemaakt. Maar het is misschien een kleine bijdrage. Bedankt voor alles wat je immer voor ons doet. Bedankt. En de